Met de provinciale statenverkiezingen in aantocht komt opnieuw de ethische discussie aan bod omtrent het kweken van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek. Jurist Sven Hulleman die staat stil bij de morele aspecten en de fundamentele vragen die raken aan de kern van ons bestaan. Ja, Sven, meteen dan de vraag. Wat heeft de aankomende verkiezing te maken met de embryowet? Alles. Want in het regeerakkoord van de huidige Tweede Kamer, van de huidige regering, namelijk tussen D66, VVD en de ChristenUnie, is al gesproken over het aanpassen van de embryowet aan de nieuwe stand van de wetenschap. Maar de wetgeving moet ook nog langs de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer is de Kamer van Reflectie. Dus de Tweede Kamer is de waan van de dag. De regering die kan iets bedenken, die kan een voorstel doen en die kan dat door de Tweede Kamer loodsen. In dit geval zal dat moeilijk worden, omdat de ChristenUnie al gezegd heeft: als jullie dat willen, dan zullen wij waarschijnlijk tegenstemmen. Maar dan moet je voor zo'n initiatief, dan moeten jullie de initiatiefwet maken. Dat doen we niet als regering. Dat moeten dus D66 en VVD doen in de Tweede Kamer. Dan moeten ze in de Tweede Kamer steun vinden bij andere partijen. Nou, dat zal ze ongetwijfeld lukken. PvdA, misschien bepaalde leden van andere partijen, GroenLinks, Volt, de Partij voor de Dieren misschien wel. De Partij voor de Dieren komen nog op, heeft nog wel een paar kritische vragen gesteld. De antwoorden op die vragen zijn gisteren uitgekomen. Ga vooral naar rijksoverheid.nl om ze daar te vinden. Ik denk dat de link wel bij Blackbox gepubliceerd zal worden. En als nu die provinciale statenverkiezingen komen, dan weten we dat, terwijl die nieuwe Eerste Kamer, als die straks zit, provinciale staten, gedeputeerde staten, de Eerste Kamer, in de regeerperiode die deze regering heeft binnen de Tweede Kamer, VVD, D66 en ChristenUnie, zal dat initiatiefwetsvoorstel komen. Dat komt sowieso door de Tweede Kamer heen. En dan hangt het heel erg af van de samenstelling van de Eerste Kamer of die wet er dan doorheen komt. Dus het is zo ontzettend actueel nu dat als je... En dit dossier is bij niemand bekend. Het staat nergens in de krant. Maar dit is het fundament van hoe wij in Nederland denken over menswaardigheid. En over hoe gaan wij om. Hè? Hoeveel embryo's die zouden kunnen uitgroeien tot een mens, zijn wij bereid op te offeren, te onderzoeken, te injecteren, proeven op te doen. We hebben onze mond vol over dierproeven, maar we doen gewoon proeven op embryo gelijkende structuren. Dat zijn de facto zijn het mensen in wording, waarvan dus en dat de kerken erover zwijgen, dat de kranten erover zwijgen. Dat is de reden dat ik hier een tweede keer sta, want dit dossier is nu zo ontzettend urgent en we hebben zoveel discussie gehad over de abortuswet en over kijk, my body, my choice, dat zijn woorden die een embryo niet kan uitspreken. En leeft zo'n wezen, die discussie, die zijn we eigenlijk al voorbij. Dit is alleen maar, kunnen we nog verder gaan? Ja, want daarmee. Het zijn vooral D66 en de VVD die ook in een Kamerbrief hebben aangegeven waarom ze hier zo voor zijn. En we kunnen daar ook even iets van highlighten. Ja. Volledigheidshalve vermeld ik dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat de fracties van D66 en VVD de eerste stappen zullen zetten. Hiermee wast de ChristenUnie zijn handen in onschuld, zogenaamd. Tot aan wetsbehandeling met een initiatiefwet die het verbod op het doen ontstaan van embryo's voor andere doeleinden dan het laten ontstaan van een zwangerschap, onder voorwaarden en na goedkeuring van het onderzoek door de CCMO, de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, opheft. Ziek. Dus dat betekent dat er komt een initiatiefwet die gaat voorstellen dat wij reageerbuisbaby's kunnen maken. En dan moet je je voorstellen, als je die brieven leest en die stukken leest wat daar staat, hè, dan zie je dus dat ze maken gebruik van restproducten van IVF-behandelingen. Dus er zijn vrouwen die willen graag een kind krijgen. Die ondergaan een heftige operatie. Die staan eicellen af, veel meer dan één. Eentje wordt bevrucht en eventueel ingebracht. En de meeste vrouwen die stellen niet de vraag: wat gebeurt er daarna met mijn eicellen? Nou, het antwoord staat hier. Die worden gebruikt, die worden opgekweekt.
Daar geldt nu een 2 weken termijn voor. Maar die 2 weken termijn willen ze gaan oprekken. Die moet langer worden. Dus we kunnen buiten een vrouw kunnen wij kinderen gaan maken. En dan gaan we dat dus wettelijk inkaderen. Uiteraard met heel veel mooi praterij. Dat we dat natuurlijk door die commissie. Moet het netjes door een commissie beoordeeld worden. Of een laboratorium wel aan de eisen voldoet. Maar dat zijn dezelfde wetenschappers die de rapportage schrijven. Die zegt de wetenschap heeft dit nodig. Dus in die commissie zitten dezelfde wetenschappers als die zeggen de wetenschap kan dit nu. En wij adviseren de Kamer om die wet op te rekken. En gaan ze daar maar dus volledig voorbij aan de ethische problematieken? Nou ja. Ze zeggen van niet. Ze zeggen dat ze dit natuurlijk doen met de ethische toetssteen altijd in het achterhoofd. Maar ze benoemen altijd de wetenschap. Maar dat zijn bepaalde wetenschappers. Dat zijn niet alle wetenschappers. Dat zijn bijvoorbeeld niet ethische wetenschappers. Dat zijn geen islamitische wetenschappers. Dat zijn geen christelijke wetenschappers die daarvoor geraadpleegd worden. Nee, dat zijn wetenschappers die zeggen we kunnen het nu en nu willen we het wettelijk mogelijk maken. En dan zien we dus een hele belangrijke passage in de brief van minister Kuipers aan de Staten-Generaal van 5 maanden geleden. En dat zou ik even willen voorlezen. Niet in de aanbevelingen van de wetsevaluatie, de wet uit 2002, benoemd, maar wel iets waarover nagedacht dient te worden, is de toekomstige mogelijkheid om embryo's tot stand te brengen door middel van kunstmatige geslachtscellen. IPS. En dat zijn induced pluripotent stem cells. Dan moet je je voorstellen, in lekentaal, ik moest dit ook leren. Ik ben jurist en geen gentechnicus. Ik kan een huidcel van jou nemen. Daar maak ik een stamcel van. En van die stamcel kan ik een eicel maken. En jij bent dus alleen maar een huidcel kwijt. En ik kan op basis van jouw huidcel in een reageerbuis een baby tot leven brengen, maar ook levend houden. Want dan komen we op een iets wat aantoont. Maar dit is toch science fiction, Sven? Dit bestaat toch niet? Nou, in 1951 overleed iemand. Ik zou graag de slide daarvan willen zien. Wie zien we hier? We zien hier Henrietta Lacks, overleden op 31-jarige leeftijd aan baarmoederhalskanker. In 1951 is zij overleden. Tot op de dag van vandaag, in honderden laboratoria wereldwijd, leeft zij nog. Zij is onsterfelijk. Want haar cellen, haar kankercellen, die zijn gekweekt, in leven gehouden en hebben jarenlang zijn die gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. En dan komt de discussie. Want op basis van haar cellen heeft Luc de Montagnier het HIV-virus kunnen isoleren. En op basis van haar stamcellen zijn medicijnen ontwikkeld om kankerpatiënten te helpen. Kijk, niet iedere wetenschapper is meteen een Dr. Frankenstein. Hij gaat op zoek naar oplossingen. Maar wat gebeurde hier? Niemand wist dat ze te maken hadden met cellen van een levend wezen die geen toestemming had gegeven. Toen haar familie hier achter kwam, en daar is dus ook een film over gemaakt en er is een boek over geschreven. The Immortal Life of Henrietta Lacks. Ze leeft nog. Tot op de dag van vandaag. En dat dit dus mogelijk is al sinds 1951. Als je dan ziet dat minister Kuipers zegt de toekomstige mogelijkheid om embryo's tot stand te brengen. Nee, ik weet 100% zeker dat dit al kan in laboratoria. Ja. Alleen nu moet het wettelijk ingekaderd worden. En dan gieten we er een ethisch sausje overheen. Zonder echt de fundamentele discussie te voeren. En dit zou de grote inzet van deze provinciale statenverkiezing moeten zijn. Ja, Groningen. Ja, de boeren. Ja, de oorlog in Oekraïne. Ja, COVID-wetgeving. Maar in vredesnaam, we zijn hier aan de bouwstenen van het leven aan het sleutelen. En D66 en de VVD die gaan een initiatiefwet. Die mensen moeten voor de poging zouden ze al gestraft moeten worden. Maar Sven, leggen ze hierin ook uit waarom dit onderzoek nodig is? Is er op dit moment een zwart gat waar onderzoekers nog niet onderzoek naar kunnen doen? Is het voor een nieuw kankermedicijn? Waarvoor is deze verruiming van de onderzoeken noodzakelijk? Wil je weten wat zij beweren of wat ik denk? Allebei. Oké. Zij beweren natuurlijk,
net zoals het onderwerp van Eva, hè, laten we de gezondheid van mensen voorop stellen. Wie kan daar nou tegen zijn? Dus het ontwikkelen van nieuwe medicijnen staat vooraan. Het redden van mensenlevens. Maar wat we dus gaan doen is, nou, laten we zeggen, iemand van 70 die kanker heeft, die wil graag blijven leven. Maar om dat voor elkaar te krijgen, hebben we proeven gedaan op wezentjes. En dan zeggen ze, ja, maar een embryo is nog geen foetus. Daar zit nog geen leven in. Nou, volgens mij heb je de zygoot, dat is als een zaadcel en een eicel samenkomen. Volgens mij hebben we dan leven. En dus we gaan een leven weghalen om dit te doen. Nou, ik trek een lijn daar. Maar dan zou je wel eens belangrijke medische ontwikkelingen kunnen missen. Dat is een prijs. Daar moet de ethische discussie over gaan. Zijn we bereid die prijs te betalen? Zijn we de prijs... Ja, wat mij jouw verhaal heel duidelijk opvalt... Het doet me denken aan een boek dat is geschreven door Peter Sloterdijk, Duits filosoof, een jaar of 20 geleden. Regeln voor das Menschenpark. Regels voor het mensenpark. Omdat hij dit soort facetten allemaal aan zag komen. En we hebben nooit met z'n allen fundamenteel een debat gehad over waar liggen grenzen. Gewoon helemaal niet. Dus je ziet dat er inderdaad sluipenderwijs achteraf dingen worden gelegitimeerd en we sluipenderwijs op deze transhumanistische, posthumanistische route gaan. Mag ik ook even daar antwoord horen? Omdat er is geen enkele morele basis in de hoofden van dit soort mensen. Ik bedoel, als je niet het eens bent over het feit dat dat een mens is, ongeboren of niet, dan natuurlijk gaat D66 VVD zien hier allemaal geen enkel probleem in. Want ze missen het morele fundament. En dat is dat leven door God gegeven, ja of nee? Dat is de vraag. Als je zegt nee, hoeft niet, weet je wel. Het is gewoon cellen. Ik wil terug naar alles doen. Ik wil terug naar op dit moment een vrouw die haar eicellen heeft afgestaan. En daar dus geen zeggenschap meer over heeft. Die gewoon gebruikt worden in de medische wetenschap. Maar vervolgens de mogelijkheid om van een huidcel een stamcel te maken en daar een eicel of een spermacel van te maken en vervolgens een kind op te kweken. Dat is dan een liedje, A Motherless Child. Ja. Dit worden dan dit zijn moederloze kinderen. Ja, in China gebeurt... Daar bouw je een Chinees leger mee of een Europees leger. Ectogenesis gebeurt daar al. En als je die mensen... die worden opgekweekt, dat worden baby's, dat worden grote mensen. Als je die geen BSN-nummer geeft... Ja. Dan is en je laat ze kapot schieten, dan is er niks aan de hand, want er is niemand dood. Sven, dit was jouw kant van het verhaal. Laten we heel even teruggaan naar wat de reactie is van minister Kuipers. De SGP, de enige partij in Nederland die vragen heeft gesteld, samen met de Partij voor de Dieren. Maar dat had dan te maken op... Want ergens in een side note hier gaat het ook nog over... We doen ook nog iets met mens-dier combinaties. Mm. He, dus dat, met experimenten op muizen hebben ze al uit de staart van een muis hebben ze al een chimera-muis gemaakt. Namelijk die hebben zijn DNA veranderd, waardoor die andere kleurtjes kreeg en ander gedrag ging vertonen. En dan zie je dat de SGP die stelt een paar fundamentele vragen. En die zijn gehighlight hier. En die wil ik even voorlezen. De leden van de SGP-fractie vragen of je beschermwaardigheid van embryo's af moet laten hangen van andere belangen? Dat is fundamenteel, die vraag. Dat is waar het over gaat. Wordt hiermee niet de basis gelegd, nou, de vraag stellen is hem beantwoorden, voor het instrumentaliseren van menselijk leven in het belang van anderen. Op een manier die onwenselijk is. Mm-hmm. En dan krijg je het omzeilende antwoord, het salonveeige antwoord van de D66 arts en wetenschapper aan die kant van het verhaal. En hij geeft geen antwoord op de vraag. Hij zegt de kerndoelstelling van de embryowet is en blijft het evenwicht vinden tussen enerzijds het respect voor beginnend menselijk leven en anderzijds het belang van andere waarden, zoals de vooruitgang van de medische wetenschap. Ja, maar dan geef je het antwoord dus wel. Want je zegt überhaupt dat er een belangenafweging mag zijn. Hij zegt eigenlijk, waarom stel je die vraag nog? Ja. Dat is wat hij eigenlijk zegt. Even voor de goede orde, er wordt iets op een weegschaal gelegd. Het leven van een ene mens of het embryo en een mogelijk ander mens. Beginnend menselijk leven. Maar op de weegschaal
legt Kuipers aan de ene kant menselijk leven, maar aan de andere kant de medische wetenschap, waarmee hij niet eens heeft aangetoond dat innovatie in de medische wetenschap ervoor zorgt dat er beter wordt opgekomen voor het menselijk leven. Is het dan, wat heeft de medische industrie hier verder mee te maken? Hier gaan miljoenen, zo niet miljarden, subsidies naartoe. Dus iedere belastingbetaler moet zich in het stemhokje over 3 weken ook echt even realiseren dat hij hieraan gaat meebetalen. En dus medeplichtig is. Als hij zijn stem op D66 of... De ChristenUnie, dit is eigenlijk indirect faciliteerd. Want in het kabinet daar niet tegen. Dat vind ik dus de goorste partij denkbaar. Als je als christelijke partij dat gaat doen. Maar ik bedoel, mijn maag draait hier helemaal van om. Je bent inderdaad de Rubicon echt enorm overgestoken op het moment dat je dit gaat doen. En dat een partij die dan zegt, wij zijn een christelijke partij, dat die dan zegt van we gaan dan niet de initiatiefwet schrijven, maar we zitten wel in dat. Het kan niet, ondenkbaar, dan ben je toch totaal af. CDA-gedrag. En dan het mooi praten, het goed praten. Het vermogen om uit te groeien, want dat is nu het criterium. Ook belangrijk voor mensen om te weten, want die embryowet die is ook best ingewikkeld. Het vermogen om uit te groeien tot een mens ligt aan de basis van deze beschermwaardigheid. Dus ze zeggen, en dat zit in die embryowet, je hebt een klompje cellen van 12. Of van 16 cellen. En dan kunnen ze kennelijk beoordelen of dat al het vermogen heeft om uit te groeien tot een mens. Kijk, en dan zeggen ze zelfs van niet iedere bevruchte eicel groeit ook uit tot mens, toch? Och, jezus. Dus die wordt ook in de natuur wordt het ook afgestoten. Dus kunnen wij nu gewoon, we bouwen er wel een. En als we daar al onze Frankenstein-tests op gedaan hebben, dan doen we het weg. Het is een beetje alsof je zegt van mensen sterven toch op een gegeven moment. Je kan ook nu wel vast moorden, weet je wel? Want er is toch een einde aan dat leven. Dat is wat hier staat. En dan zegt hij, dit geldt voor de embryowet in de huidige vorm. Ik heb niet het voornemen om dat te veranderen. Hoeft hij ook niet te veranderen. Want ze zeggen nu al van dit zal waarschijnlijk niet kunnen uitgroeien tot een mens. Maar het is toch een glijdende schaal? We zitten wel op. We zijn al 6 keer het ravijn ingedonderd, zou ik willen zeggen. Dit is geen glijdende schaam. Maar het begint bij een keer het een halt te roepen. En dan de fundamentele discussie echt te gaan voeren. Want deze fundamentele discussie is bij de embryowet, toen die werd ingevoerd en die dus nu geëvalueerd wordt. En de evaluatie leidt tot aanbevelingen om hem verder op te rekken. Om die discussie van 20 jaar, of eigenlijk sinds 1951 dus al, Henrietta Lacks, om die discussie over te doen, lijkt me in deze tijd van transhumanisme, vanuit het tegengeluid van posthumanisme. En ons geluid van humanisme. Lijkt het me verstandig om hierover te praten. En daarom ben ik blij dat ik dit onder de aandacht kon brengen, want het is fundamenteel. En juist nu, tijdens deze verkiezingen, zou dit op de agenda moeten staan. En jullie zijn de eerste die het op de agenda ook zetten. Dus. Ja, en dat is waarschijnlijk ook de reden dat we wat langer over dit item hebben doorgepraat. Het is heel moeilijk om hier eenduidig heel kort wat over te zeggen, zonder alle ethische en juridische problemen. Als ik dit van tevoren had geweten, had ik mijn eigen onderwerp weggeschrapt, hoor. Dit is veel belangrijker. Dit is de essentie. Dus ik bedoel, we kunnen het allemaal hebben over wat ze ons potentieel willen aandoen met de nieuwe pandemie en lockdowns en weet ik veel wat allemaal. Maar dit is gewoon, wij zeggen de moderne tijd, progressie. Wat deze mensen voorstaan is gewoon volledig experiment op de mens. En je bent gewoon een labrat, een cash cow en een lab rat. En als je niet zegt van dat gaan we dus niet doen, Dan kun je net zo goed meteen jezelf, word je in de ketens geboren, als je überhaupt wordt geboren. Ik vind dat ik ben voornemens een brief te schrijven aan de koning. Want als hij deze, stel het komt lang door de Tweede Kamer, stel dat het komt door de nieuwe Eerste Kamer heen. En de koning tekent dit. Ja. Bij de gratie gods dan. Ja, ik wou zeggen, meteen ook doorsturen naar het Vaticaan. Oef. Ook. Die mogen zich ook een keer gaan uitspreken. Nou, ik denk dat we hebben geen paus op dit moment. Dus ik denk dat dit Vaticaan mee in zou stemmen. Maar we hebben geen paus. Mag ik daarmee afsluiten? Ja, dankjewel Sven. En ik weet zeker dat hier ook kijkersvragen over komen. Maar voor nu dankjewel.